En dat je weet niet wat er aan de grondslag heeft gelegen. We zijn ergens door geïnspireerd. Met wat en maar je weet niet meer wat. Of het een film was. Een film. Kan het ook geweest zijn de programma's van een Engels gezelschap dat in Amsterdam een paar jaar is komen optreden met revues onder de titel Going Dutch? Going Dutch zou kunnen, maar ik weet niet of dat de aanleiding is geweest. Maar we wilden wel, nou weet ik het, een beetje duidelijk van een iets anders dan anders. Dus heren die het langs was geweest. En ja, wat ga je... De volgende productie, ja, dat wordt een musical, zegt iedereen. Dus dat moet weer net zoiets worden. En dat wilden we niet. Dus, en dan ga je toch naar een vorm zoeken. Nou, dan gaan we sketches en liedjes. En dat is ergens een vorm die zo oud is als de weg naar Rome. He, dat is niks nieuws. En zo alleen zou er af en toe een running gag zouden door moeten lopen. Van een meisje dat af en toe op... Dat was Elsje de Wijn die af en toe verdwaasd toneel kon ophollen van... Mag ik nou mijn liedje zingen? En ze zegt, nee, jij mag je liedje niet zingen. En dan gingen ze weer weg. Zo ging het. En er gebeurde meer van die dingen. En die dingen kwamen een beetje verwarrend op de mensen over. Ik geloof, het publiek wist je niet goed raad mee. Lennart Nijg heeft ervoor geschreven. En dan houdt het toch wel op, dacht ik. Of vergeet ik? Nee, ik geloof niet. Lennart Nijg en het grootste deel was toch van Annie. Met enige schets voor Connie over de oude schoenen. Dat was prachtig. Freddy Aalberg die erin, Ton Lensing zat hierin. En Connie die toch een paar prachtige liedjes zong. En Elsje de Wijn die een onvervalste carnavalsslager zong in dat liedje. Karel. Ja, dat was het. Is het nou voor een componist echt duidelijk verschillend om muziek te maken op teksten van Annie M.G. Schmid aan de ene kant en aan de andere kant op teksten van Lennart Nijg? Ja, Lennart is, Lennart gaat een heel andere kant op. En je moet weten dat met Annie was er al zo'n samenwerking geweest dat je op school elke tekst weer een verrassing is, je wel onmiddellijk kunt zeggen, ja, dit is Annie, dit ken ik en dit voel ik. En daar had ik met Lennart dus meer moeite mee. En Lennart die had toen in die tijd een geweldige samenwerking met Boudewijn de Groot. En die man die vertoonzette die gedichten van Lennart zo prachtig, dat ik vond dat ik het ergens ook in die stijl moest doen. En ja, dan ga je toch gauw iemand kopiëren. En dat, daar had ik wat moeite mee. Maar dat doet niets af aan die prachtige teksten van Lennart. Dat is prachtig. Zoals een liedje over Sint André. Dat werd gezongen door het koor. Prachtig.